zoekt de ruimtevaartorganisatie ESA een nieuwe astronaut, of meerdere zelfs. Ja, en iedere Europeaan die kan zich aanmelden om de nieuwe André Kuipers te worden. Nou, ik kan me voorstellen dat er jongetjes en meisjes zijn die denken, wauw, de ruimte in, dat zou ik wel willen. Maar ook voor volwassenen is dat misschien wel een mooie droom. De Europese ruimtevaartorganisatie die hoopt op veel aanmeldingen. En specifiek ook van vrouwen en van mensen met een beperking, omdat ze inclusiever willen worden. En ze zeggen dat het daar nog een beetje aan schort. Nou, er zijn al duizenden gegadigden en vanaf vandaag gaat die inschrijving officieel open. Charlotte Pauwels die droomde er als meisje al van tijdens het kijken naar Star Trek om de ruimte in te gaan. We gaan meer dan 10.000, 20.000 mensen solliciteren van over heel Europa met superveel kwalificaties, maar ik ga het gewoon proberen. Ik vind de ruimte een soort van een oneindige mogelijkheid waar volle avonturen en kennis te beschikking is. Dus de ruimte ingaan is de ultieme doel en passie voor mij. Om astronaut te worden heb je eigenlijk heel veel doorzettingsvermogen nodig. Passie natuurlijk, het liefst ook een technische achtergrond of een vliegbuffet. Maar ook dat je in extreme omstandigheden, zoals met duiken of in de Alpen, om kan gaan met die extreme omstandigheden. Maar vooral de passie en het doorzettingsvermogen is erg belangrijk. Ik vind het stoer. Dan...